Eimond Nieuws maakt impressies van diverse boerderijen in en om Uitgeest. En we zijn nu op de Middelweg 142 bij de bekende boer Jan Cornelissen. Jan, hoe heette deze boerderij vroeger? Deze boerderij heeft in de oorlog de naam gekregen Anjasico. En waar komt dat vandaan? Dat komt vandaan, maar dat komt van de kinderen die mijn ouders op dat moment hadden. Dat was Annie, mijn oudste zuster. Dat was Jan, dat was ik. En Siem, mijn tweelingbroer. En Ko, dat was Koba. Later zijn er nog twee kinderen bijgekomen. En we hebben in de oorlog nog een kind verloren aan difterie. Ik wil wel even er nog bij vermelden dat de naam eigenlijk uit het brein komt van de heer Jansen, toen die tijd directeur van de AMS. Hoe lang bestaat deze boerderij al? Deze boerderij, voor zover ik kan nagaan, bestaat die al meer dan 100 jaar. Mijn grootvader zat hier, mijn ouders zaten hier. Voor die tijd, nu woont er een Cornelisse putter, maar er heb hier ooit een putter Cornelisse gewoond. Ons huisje, voor aan de weg, is plus minus van 1850. Nou praat je over 1850, je praat over de beginjaren van 1900. Toen bestond deze boerderij alleen maar in Uitgeest, omgeven door landerijen, tuinderijen. Tuinderijen hier in het dorp, dus voornamelijk tuinderijen. En nu ben je helemaal ingebouwd tussen huizen en toestanden, ja. Door de loop der jaren heen. Ja. Is dat zo gegroeid? Hoe stond je daar tegenover? Wat er nu staat, stond er toen ook al. En ik moet alleen maar zeggen dat de verstandhouding met de buren eigenlijk prachtig is. Dat wil zeggen, in het verleden dat ik hier nog koeien op stal en het gebeurde dat er een koe moest kalven, kon ik altijd een beroep doen op Wim van Tol, op Ben van Tol, op Pico Pillekes. Zo ging dat vroeger, Jan? Zo ging dat. Maar vroeger waren de omstandigheden natuurlijk ook een stuk armer, niet zo luxe als tegenwoordig. Hoe heb je dat toen ervaren? Nou kijk, wij zijn in die omstandigheden opgegroeid. Ik zeg altijd, dat is mijn stelregel, kijk naar je mindere en niet naar je meerdere. Dan heb je het altijd goed. Hoe ging dat vroeger met hooien en strooien en nou, enzovoort, dat ging met vervoer? Paard en wagen. Mijn vader was stapelgek op paarden. En eigenlijk was wild niet wild genoeg. Ja, maar ik hou niet van paarden. Ik geef er niks om. Jij ik houdt ben meer blij dat ik wat hooi verkoop aan de paarden. Maar jij houdt meer van tractoren? Ja, paarden leggen me niet zo. Je kan alleen maar een trap krijgen en weet ik wat. Ik zie jou voor me. Tractor, strooienhoed, sigaar in je bollekop. Ja. Dat is Jan Cornelissen. Ja. Wat heb ik daarmee miszegd? Nou, daar miszeg je dus eigenlijk niks mee. Want het is gewoon zo. Wij kennen een heel aantal mensen in het dorp. En die zijn 3 of 4 weken op vakantie geweest. En dan komen ze terug van vakantie. Komen ze uit Geest in en ze zien mij. En dan zeggen ze, we zijn weer thuis. En dat vind ik zo mooi als ik dat hoor. Een boerderij drijf je niet alleen, dat kan bijna niet. Je hebt Ellie leren kennen, die was ook een beetje van boerenafkomst. Is dat zo gegaan zoals je gehoopt had? Nou, nee. Kijk, hoe ik Ellie heb leren kennen, dat is ook weer een heel apart verhaal natuurlijk. We zijn nieuwsgierig. Ik maaide voor die boer en voor die boer en voor die, maar ook voor de heer Putter. En die had een klein grietje en die ging dan ook wel mee. En dat vond ik een pittig kind. Maar ja, die was toen nog veel te jong. En even de tijd afwachten. En verdoord, ze groeien op enzovoort. En ik heb haar eigenlijk altijd wel leuk gevonden. Je moet nou niet denken dat ik over één nacht ijs ga. Je hebt meerdere proeven, gedaan. Ik zeg wel eens, je moet eigenlijk gepensioneerd zijn. Als je 20 bent tot je 30ste. Want dat is zo'n mooie tijd. Maar ik zie hier allemaal nog strooibalen hier, dus dat doe je nog wel? Ja, we zijn hobbymatig bezig met die verstanden. Ik maai het land, ik schud er 3 keer, ik maak er weer ze van. En dan komt de pers, die legt die baaltjes hooi op het land. Daar doe ik verder niks meer aan. En ik heb tegen Siem gezegd, mijn broer, jij blijft er ook af. Dat moeten wij niet meer doen, dat is voor de jeugd. We hebben het verleden gehad, we hebben het heden gehad. Wat doe je nog meer op dit moment? Je liet het woord schouwen vallen. Wat is schouwen eigenlijk? Schouwen, dat is, wij werken dan in urengeld voor het waterschap. En het waterschap, voor het waterschap controleren we dan of de sloten schoon zijn. Schoon van onreinheid en hout en vullers. En of ze op breedte zijn en op diepte. Dat controleren wij. In ons gebied, ons kent ons.
Wij kennen een aantal boeren, die zijn altijd klaar en netjes. Als ze op dat moment niet klaar zijn, dan weten wij dat of de loonwerker is besteld, dan moet hij daar even op wachten, dat het altijd goed komt. Als een boer zegt het is klaar en het is niet klaar, dan krijgt hij een hele vette prent en dan lopen we hem elk jaar streng door. Een boerderij zonder boerin, dat is bijna onmogelijk om dat vol te houden. Jan Cornelissen heeft jou zeg maar vroeger al ontdekt, op je 12-jarige leeftijd, zei hij. Elie Cornelissen Putten, hoe is dat toen gegaan? Kun je er nog iets over vertellen? Mijn vader liet Jan maaien en dan moest ik de kantjes uitharken. En dan ontstond er iets natuurlijk. En dat was toch, ja, ik denk aan die mooie tijd, ja. Elie, aan die mooie tijd, maar het was ook een moeilijke tijd. Want je praat over de begin jaren 50, 60. Je kreeg ook kinderen enzovoorts. Hoe was dat allemaal te combineren? Nou, kijk, we zijn natuurlijk eerst een beetje verkering gehad. En toen, doordat Jan wat scheelde in leeftijd, kreeg hij een huis toegewezen op de Terp. En daar hebben we 10 jaar gewoond. En daar kregen we 3 kinderen. Combineren was natuurlijk, Jan had hier op de Middelweg zijn boerderij. En met hooien was dat altijd druk. Hij werd ook altijd geholpen door zijn broer, Siem. En door de andere dieren op de boerderij bezig waren. Maar het is altijd wel heel druk geweest. Ik snap ook zelf soms niet hoe ik dat allemaal heb kunnen doen. Ik zeg ook wel eens, eigenlijk automatisch. Ja, hè? Het gaat gewoon automatisch. En ik heb er altijd met heel veel plezier gewerkt. En ik denk dat je jong bent en je plezier erin, dat een factor is waardoor alles eigenlijk kan bijna slagen. Dat is dus... Maar jij was ook geen vrouw die om 6 uur zei van waar blijft hij? Want nee, hij moet eten. Nee. Dat want werkt als, niet. Als Jan in het land was om zijn ding te doen, te maaien of het hooi te schudden of zo, dan kan je niet verlangen dat hij om 6 uur thuis is. Dan komt wel eens 7 uur, 7:30 of al 8 uur. Dan maak je werk af. Dat weet je van huis uit, heb je dat meegekregen, om het in ieder geval niet op de klok te kijken. Dat gaat niet. Ja. Waar ben je nou het meest trots op? Ik ben er trots op dat ik hier woon met mijn kinderen in mijn omgeving, met de kleinkinderen, dat Jan en ik nog zo zijn zoals we nu zijn. Dat we niet meegedaan hebben aan een bepaalde wedloop om groot, grote, groots te zijn. Want je ziet wat er nu aan de hand is in een boerenlandschap op het moment. Daar moet ik niet aan denken, want dat lijkt me vreselijk. Nou ja, goed, misschien heeft Jan er al over verteld, maar het is niet leuk om nu boer te zijn. Want je kan tegen die koeien niet zeggen van meiden, niet meer eten, want het is nu anders. Dat gaat nou helemaal niet. Dus die regels volgen zich veel te snel op met elkaar. Ik kijk met plezier en ook om de mensen om ons heen. Dat zei ik al, ik hou van mensen. Als ze gezellig met elkaar zijn. We hebben lol met elkaar. We zijn niet doemdenkend. Dat leven, dat vinden wij fijn. We willen hier ook altijd blijven. Wat brengt de toekomst hier nog? De toekomst, kijk, voor mij, ik zeg altijd tegen mijn kleinkinderen en zo, opa wil 95 worden. Mijn vader zegt, ze moeten me eruit dragen. En dat is ook gebeurd. De huidige tijd, de huidige situatie, Jan, met corona, maar ook juist voor de boeren, met eiwitten, met CO2, met stikstof en noem maar op. Hoe kijk jij daar tegenaan als ervaren man? Het is eigenlijk een heel lang verhaal. Ik ben er eigenlijk een depressief onder wat er nu allemaal weer op de boeren afkomt. Het is niet meer te bevatten. Het ene is nog niet uitgewerkt of het andere ligt. En houden, zolang ik leef en boer ben, hebben ze al, hoe krijgen ze het voor elkaar? Altijd zijn de regels gekomen. En altijd maar ten nadele van de boer. Ik hou niet van dat grote en dat grote. Want ik weet ook best over die grote jongens hoor. En als het dan melkcontrole was. Want ze hadden veel betere koeien als ik. Maar dan moest de melkcontrole weer 2 uur later komen. En dan moest hij aan de emmer hangen. Ik heb altijd geleerd. Wat het die laatste kilo's melk opbrengen. Het kost nog meer. En daar heb ik nooit aan meegedaan aan die wedloop. Kijk, dat is een goede boodschap voor andere boeren naar de toekomst toe. Ja, nou, Jan ja. Cornelissen. Wil je hartelijk dank voor deze prachtige impressie en mooie verhalen. En we wensen je nog heel veel goede gezondheid. Meneer Weber, en mooie ik jaren. Vind het eigenlijk jammer dat het gesprek zo gauw is afgelopen. Want ik had nog veel meer te vertellen.